Hoi allemaal, mijn naam is Rix van Horst, Paralympisch dressuuramazone van Team NL. En ik heb een leuke thuisworkout voor jullie samengesteld die voornamelijk gericht is op core en balans. Maar voordat we gaan beginnen, gaan we natuurlijk onze handen wassen. Deze workout bestaat uit een warming-up en 4 oefeningen. Het zal ongeveer een half uur in beslag nemen. We beginnen op de home trainer, waarbij we 10 minuten los fietsen. Maar je kunt het bijvoorbeeld ook op de fiets buiten doen. We beginnen met oefening 1, de wall overhead squat met stang. Ik gebruik hierbij een bal in mijn rug in verband met mijn balans, maar dat kan natuurlijk ook zonder bal uitgevoerd worden. Daarnaast gebruiken we in plaats van een stang, een boomstam van ongeveer 7 kilo. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een bezemsteel gebruiken met daaraan flessen water of iets dergelijks. Zorg ervoor dat je voeten op schouderbreedte staan en doe de bal in je rug en de stang in je nek. Daarna ga je door je knieën tot ongeveer je benen in een hoek van 90 graden staan. Mij lukt dat niet helemaal, dus ik ga gewoon tot hoe ver ik kan. Je voert deze oefening uit in 10 herhalingen en je doet 2 sets met daartussenin 1 minuut rust. Dan komen we bij workout oefening 2, balance on knees. Je gaat met je knieën op de bal zitten, waarbij je vervolgens jezelf uitstrekt en je let op de ademhaling en je balans. Je doet dit in sets van 3, waarbij je het 1 minuut lang volhoudt en je 1 minuut rust neemt tussendoor. Dan workout oefening 3, de push-up plank. Hiervoor heb je een matje nodig en een timer. Ga met je handen gestrekt op een matje staan en duw je tenen tegen de grond. Vervolgens duw je jezelf omhoog en kantel je je bekken. Vervolgens til je je voeten om de 2 seconden op, zodat je het contact met de grond verliest. Mij lukt dat niet zo goed, dus daarom trek ik mijn benen naar me toe. Je doet in totaal 2 sets van 70 seconden met daartussen 1 minuut rust. Dan de laatste oefening, workout oefening 4, de balance chest pass. Ga op de bal zitten met je voeten iets uit elkaar en til vervolgens 1 been van de grond. Daarna gooi je 10 keer over en wissel je van been. Vervolgens neem je 1 minuut rust en doe je een set van 2 in totaal. Wil je het moeilijker maken, verhoog dan het aantal herhalingen. Iedereen bedankt voor het kijken en ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal zelf gaan meedoen. Willen jullie je ervaringen delen? Gebruik dan de hashtag #FitMetTeamNL. En als er vragen zijn, stel ze dan in de comments. Doei!